Oké, dat was hem. Welkom terug bij deze shitty, weet ik veel. Maar zoals jij kan zien, met je ogen. Ja, ik ben een beetje moe, dus let niet op mijn humor. Kan je zien dat ik, weet ik veel hoe lang, een week of twee, niks heb gepost. En het komt heel cliché door school, denk ik. Het komt eigenlijk niet door school, want ik heb niks aan school gedaan. Het komt meer door Amina. Ja, Amina. Nee, grapje. Ik chill altijd met Amina naar school, maar... wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ik weet het niet. Ik weet het eigenlijk. Ik keek ze op mijn YouTube kanaal. Ja, ik dacht ja. En toen zag ik zo van laatste video, iets van een week geleden. En in mijn banner staat ze van elke dag video's. Dus ja. Kijk, wacht. Jullie zien het niet, maar ik doe gewoon zo. Hé, dit is geen thee, dit is water. Oké. Oké, jongens. Vandaag gaan we de Night Talk met Naomi hebben. En het gaat over... Ja. Laten we gewoon een standpunt zeggen. En dan zetten jullie de mening in de comments. Standpunt. Heeft iemand ideeën? Jij in de zaal? Waar ben ik mee bezig? Ik ben echt moe. Het is 11 uur. Ik ben echt moe. Morgen school. Oké, wacht. We're gonna think of a standpunt. Wat? Oh, wacht. Ik ben gewoon echt moe. Standpunt. Oké. Standpunt. Mensen, dat mensen kunnen veranderen. Wat denken jullie? Als iemand bijvoorbeeld iets heeft gedaan tegen jou of ik weet niet, misschien heb je een trauma of zo, of een pest, iemand die heeft gepest. Denk je dat mensen kunnen veranderen eigenlijk? Denk jij dat? Kunnen mensen veranderen? Ik denk persoonlijk van wel. Maar... het is een beetje moeilijk om zeg maar die persoon weer te vertrouwen naar wat hij of zij bij jou heeft gedaan. En niet, ik zeg dit niet omdat ik iets heb meegemaakt of zo. Ik zit gewoon random wat te bedenken. Maar jongens, als jullie daarmee zitten, ik bedoel, misschien heeft een van mijn kijkers dat gehad. En ja, weet je, doe gewoon wat goed voelt bij jou. Wat fijn voelt. Als je die persoon kan vertrouwen, dan ja, ga je gang. En... ik wil nog een standpunt bedenken. Wat vinden jullie van... wat vinden jullie van... ik bedoel, huiswerk. Wanneer is het juist moment... sorry. Om huiswerk te maken, zeg maar. Na school. Of ik bedoel, op school. Of ik bedoel... ja, want ik heb Montessori en waarschijnlijk jullie niet. Of wel... maar ja, het is een beetje lastig, want je moet je eigen, ik weet niet wat ik doe, je eigen huiswerk plannen. En niemand kijkt deze video af, want het is gewoon praten met Naomi. Maar ik ben er heel moeilijk, ik vind het heel moeilijk om te plannen. Maar ik bedoel, ik heb 3 jaar op deze school overleefd. Het derde jaar had ik gewoon niet overleefd, maar blijkbaar leef ik nog gewoon. Ik bedoel, ik was dood gegaan, maar opeens ben ik wakker geworden uit de dood. Ik bedoel, ik weet ook niet hoe dat komt, want ik was gewoon echt dood gegaan, maar oké. Dus ik ben van plan om dit jaar beter aan te pakken. Want had ik beloofd, ik ging zo bidden en ik zei, please, als ik over mag naar de vierde, ik ga mijn best doen. Dus ja, ik moet echt gewoon een keer huiswerk maken, want geen excuses en smoesjes en zo. Vierde is gewoon keihard werken. Vooral mensen die nu in de derde zitten en volgend jaar naar de vierde gaan. Wiskunde B is wel zo moeilijk als iedereen zegt. Dat is echt niet... ik dacht, iedereen zegt dat is heel moeilijk. Maar, het bakkie. Ik was super goed in wiskunde. Nee. Oké. Toen was mijn water open. Ik heb letterlijk vandaag 3 soorten koekjes gekocht. Roze koeken, stroopwafels en boterkoeken. En ik voel me nu echt zo... bij mijn buik. Ik ben echt gewoon... ik heb gewoon een kind van voedsel. Dit is weer heel random. En morgen ga ik weer naar school. En waarschijnlijk dresscode met Amina. Want dat doe ik zo vaak.
Amina. La. Ja, waar ik het nog over wil hebben. Deze video was namelijk gewoon heel nutteloos. Maar waar ik het nog over hebben is over, zeg maar, mensen die heel veel voor mij betekenen, maar ik zie ze nooit. Dat klinkt misschien raar, hè, maar ik ben, zeg maar, met ze opgegroeid. Kijk, Noor en Niem, als jullie kijken, I love you so much. Like, ik kan gewoon alles vertellen. Waarom zag ik het in een video? Ik weet niet. Ik voel me gewoon een beetje. In de avond ben ik altijd zo moe en dan ga ik praten over emotion. Ik ben echt moe. Straks komt mama binnenlopen omdat ze net terug van werk is. En ik heb het echt heel koud terwijl het echt 100 graden is. Ik bedoel, opeens hebben we hittegolf en dan krijg ik tropenrooster op school. Dat is wel leuk. Ik bedoel, mijn haar ziet er ook niet uit. Ik bedoel, het lijkt op. Ik bedoel. Het lijkt op een vogelnest. Hebben jullie huisdieren? Wat willen jullie laten doen met het leven? Wat wil jij laten doen met het leven? Waar ga jij wonen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Als je tot hier hebt gekeken, kom het dan. Roze borstel. Van de Primark. Ja, die ligt daar dus. Ja, jongens, ik denk dat ik maar weer ga. Want ik weet niet of jullie nog mij willen horen praten. Maar als jullie mij wel willen horen praten in de Night Talk with Naomi. Zulke mooie naam. Dan moet je gewoon een onderwerp laten achter in de reacties. Want dan kunnen we er wel echt over gaan praten. En dan noem ik het gewoon Pillow Talk. Net als Zane. En dan gaat dat liedje zo in de intro. Pillow Talk. En dan ga ik zo van. Hey guys. Today I'm gonna talk about pillows. En dan ga ik zo zitten. En dan in mijn bed. En dan gaat het zo Pillow Talk. Dus als jullie dat willen, doe dan een blauw duimpje omhoog. En laat hieronder een request achter. Waar jij misschien struggles mee hebt. Of problemen. Of gewoon. Ja, ik wil het gewoon het woord niet zeggen. Maar. La 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 la. Ik weet echt niet waarvoor deze video nodig was. Maar oké, okay, bye. Lovers die mij loven, die kijken gewoon tot het einde. Dus I love you if you're still watching. Bye, bitch. Woo.